Minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken wil niet langer verkiezingen organiseren voor het Nationaal Jeugdparlement, omdat het de staat te veel geld kost. Met de verhogingen denkt de minister dat een verkiezing voor het jeugdparlement de staat zeker 35 miljoen SRD zal kosten. De evaluatie van het instituut, die in juli af moet zijn, zal moeten uitwijzen of er een verkiezing nodig is. Kuldeep Singh heeft een ieder over hoe wel te komen tot de formatie van het Nationaal Instituut. Het is natuurlijk alle jongerenorganisaties, alle scholen die wij gaan benaderen, die een kandidaat gaan presenteren en wij gaan een selectieprocedure instellen. En dan gaan we kijken als de kandidaat voldoet en dan gaan we de kandidaat zo, mag de kandidaat participeren. En dan worden kandidaten dan getraind, ze worden gecoacht, ze worden geschoold om in het veld de problemen van de jongeren te identificeren en dat aan ons te rapporteren en dan gaan we samen een oplossing zoeken. Minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Zij sprak gisteren enkele journalisten op het kabinet van de vicepresident.